Aapspret in klederdracht. De gladde ijzers worden ondergebonden. Het gaat soms met vallen en opstaan. Een paar ouderwetse Friese schaatsen. Overleggen, zoals we dat noemen. En recht toe recht aan schaatsen. Dat noemen we walsen. Een geliefde vorm van schaatsen was het maken van een lange rij mensen achter elkaar, het zogenaamde slingeren. En dan was het vooral de kunst van de achterste om op de been te blijven als er gedraaid werd. En dat ging niet altijd goed. Hier zien we ze gaan. Gelukkig, het loopt allemaal goed af. En ze staan weer op en gaan weer verder. Jong geleerd, oud gedaan. Nou ja. Hier zien we ze ook weer op rij gaan, korte rij, nog één. En nog weer één. En nog weer één. Maar leuk om te zien. Ook toeschouwers zijn er. En een kopje chocolade op zijn tijd is niet te versmaden. Niet schaatsen, dan maar lopen. En dat is een rij in de breedte, met wat tegenlicht. Hele grote zwieren worden hier gemaakt. En een buurpraatje op het ijs. Ook weer een rij in de breedte. Thank you.
Het blijft mooi, die klederdracht. Jammer dat het verdwijnt. En zo snel. Een rij in volle vaart. Langer. Maar ook aan deze pret komt een einde.
De vrouwen hebben
Hallo, hallo. Zijn we in de beeld? Dan ik ben ook gelijk op de foto pakken hoor. Ja. Nou hoor, ik wil dat er een paar mensen met een awesome bent. Thank you.
andere film die in zijn pensioen moet doen. Rechts in de rondte. Rechts in de rondte, ja. Ik ga door, op poten gezet. Het is nu een beetje aan het einde, hè, van de weken. En hoe is het nu? Ja, we hebben een goed gevoel. Ja? Ja, perfect. Als je ziet hoe de kinderen plezier hebben, waar het in feite voor opgezet is, het is niet zo'n grote baan, maar daar is het voor gedaan en dat lukt tot en met. Ja? Schitterend. Hebben ze ook schaatsen geleerd? Nou, je ziet het gewoon, dat vooral met het kleuterschaatsen, dat er zijn die beginnen en de vierde of de vijfde keer, dan schaatsen ze heel uit die baan rond. Dat is gewoon mooi om te zien. Ja. Jullie hebben natuurlijk een heleboel vrijwilligers. Hoeveel? Ongeveer 30. En die bij Tourbeurt zijn we hier allemaal aanwezig. En wie niet kan, die zorgt dat er een ander is. Dus, en de taken die zijn als 's middags de boel begeleiden met het vrije schaatsen. De wedstrijden organiseren, dat hadden we dan de speciale jongens voor van... Van de Elfstedenrijders deden dat. Nou, en dan hebben we een mevrouw, die vrouw van Leeuwenberg. Die doet het kunstrijden, geeft ze les in. Ja, het was zonder meer geweldig. Ik heb vele acties meegedaan en meegeorganiseerd.
Maar echt, dit spant de grond. Dit slaat alles. Dat is leuk. Nou hebben jullie ook een Elfstedentocht georganiseerd. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is nou precies hetgeen waar je ook wel eens een keer de plank mislaat. Ja. Want je denkt van 4 jaar geleden, die Elfstedentocht op het Randmeer, 500 deelnemers. Nou, dan moeten er hier wel 300 kunnen. Dus via de scholen iedereen benaderd. Maar blijkt nu dat ijshockeymensen en kunstrijders zijn geen Elfstedenrijders. Dus dat viel een beetje tegen. Ja. Maar ja, goed, als dat het enige is, als we straks zeggen van alles is tot en met gelukt, nou, dan zijn we ontzettend tevreden. Ja. Dan kunnen we natuurlijk niet naar de toekomst kijken. Het is nu 30 december, nieuwjaar komt eraan. Hoe zal het gaan hier op het Spui? Nou, ik denk dat we toch een hele hoop vertrouwen in de jeugd moeten stellen. En zelf ons best doen dat we hier om 12 uur zijn. We hebben oliebollen, dus iedereen neemt ditje of datje mee. En dan maken we er een feest van, tot 1 uur of 3. En dan neemt de gemeente het over. Die zorgt dat er een paar mensen zijn. Ik vind het moet gewoon lukken. Helemaal geen angst. Enkele mensen, ja, het is al een paar keer gebeurd dat er iets gebeurt. Ik vind dat het over het algemeen erg meevalt. Positieve geluiden. Volgend jaar weer? Ja, wat ons betreft wel. Maar ik denk dat je dan een paar sponsors moet zoeken. Dat is misschien wel erg veel gevraagd. Nou, we wachten het gewoon af. Jullie hartelijk bedankt voor alle organisatie en voor alle leuke dingen die we meegemaakt hebben. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We hebben weer 5 seconden. Meneer Van der Vlist, maar wat kost dat dan? Ja, toen wij de uitnodiging kregen om over die baan na te gaan denken, zijn we eerst eens gaan luisteren bij iemand die baan had liggen. Dat was in Zevenbergen. En dat is een sporthalbeheerder met een bouwer en een makelaar, die hadden dat op de nek genomen. Dan hebben we heel goed geluisterd. Dus als je vraagt wat kost het, daar zaten ze op 20.000 gulden aan energiekosten. Over 4 weken gerekend. De baan was groter. En de baan zelf hadden ze ongeveer over 50.000. Dus dan praat je over 70. Dus je mag toch best een schatting maken dat je minstens over 50.000 gulden praat hier. Ja, een goede sponsor, nogmaals. Als die er is. Spreek even in de camera, wie weet zit er een sponsor te kijken. Ja. Nou, een goede sponsor die is uitgenodigd. We hebben hier een team van 30 mensen. We willen het volgend jaar graag oppakken. Mevrouw Leeuwenberg, ja? U bent trainster van het kunstrijden. Ah, hier in de IJssel, hier, ja? Heb ik het gedaan. En ik doe het in Dronten. Ja. En ik heb het in Zuid-Limburg gedaan. Ja, u hebt de kinderen van Spakenburg getraind of geleerd, schaatsgeleerd? Je hebt ze een uur op het ijs en je probeert ze wat bij te brengen op het niveau waarop ze zijn. En dat is tamelijk lastig. En gisteren waren er 5 volwassenen bij. Dus dan moet je het helemaal afwisselen, want de volwassenen kunnen zwieren. En de kinderen moet je technieken bijbrengen, ook de volwassenen. Maar ging erg leuk. Denkt u dat het talent is onder de jeugd? Er is altijd talent. Altijd talent. Kost alleen zoveel geld omdat je hier zo ver weg woont van ijsbanen. Maar er zijn in alle ijsbanen zijn ijsclubs, kunstschaatsclubs, waar geschaatst kan worden. Dus ik ben die meisjes, jammer genoeg alleen meisjes. Ik vond het jammer dat er geen jongens bij waren. Enthousiast voor gemaakt, maar ik weet niet of de ouders het zijn. Hè? Ja, want ze moeten natuurlijk een eind naar een club. Er moet transport moet gebracht worden, het kost geld, het zijn tijden waarbij het niet kan. Dat is de moeilijkheid van kunstrijden. Het zou veel makkelijker zijn als hier een ijsbaan was. Dat is altijd. Ja. Dat is altijd veel leuker dan. Heeft u zelf een ijsverleden? Met 2 jaar stond ik bij mijn vader aan de hand. Er zijn nog foto's van. Met 11 kon ik zo lekker springen, zoals hier ook. Maar ik heb pas op mijn 49ste bij een club gekomen waarbij ik echt de grondtechnieken heb moeten leren. En die had ik erg vlug te pakken en ik ben sinds 5 jaar ook trainer. Dus, wat houdt kunstrijden nu eigenlijk in? Het is een van de disciplines uit het schaatsen. En het is een discipline waarbij dus erg veel gedraaid wordt en erg veel gesprongen wordt. Ik persoonlijk vind de laatste jaren de sprongen te veel accent krijgen. Terwijl het artistieke en het,
het meervoudige het meer eruit is. Meer eruit. En dan heb je het ijsdansen. Maar het gaat altijd alle kanten op. Er is geen snelheid. Wat bij snelrijden is, is het altijd de seconde die gaan tellen. Dat is hier helemaal niet. Hè? Wat we nu hier zien, hè? Een beetje. Dat is schoonrijden. Schoonrijden. Het is weer een bepaalde discipline. Uit het schaatsen. Hè? Dat... Heb ik een beetje begrepen dat dat nostalgisch wordt? Schoonrijden is zeer nostalgisch. Ijsdansen niet. Kunstrijden ook niet. Maar wel te weinig bedreven. Zeker hier in Noorden hoor. Dat... Fijn dat u het nog probeert te leren. Dank u wel. Ja hoor, ik heb reuze lol in. Hè? 30 december was weer zo'n bijzondere middag op de ijsbaan op het Spuiplein. Want daar werd geschaatst in klederdracht. En wie zagen we daar, de heer en mevrouw Hartog? En altijd als er ijs is, dan zie ik jullie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want we rijden al van de schoolbanken af samen. Jullie kennen elkaar dus ook al vanaf de schoolbank? Ja. En heel graag door schaatsrijden. Ja. Ja. Maar jullie zijn toch niet meer de jongste? Mag ik zo onbescheiden zijn? Ja hoor. Ik ben 75 en mijn vrouw is 76. En toch, als er ijs is, altijd schaatsen? Ja, ja. Jullie gaan kunstschaatsen, echt schoonrijden. Wat doen jullie samen? Samen gewoon kunstrijden. En een beetje springen hebben we wel geleerd en zo. Dat doen we niet meer hoor. Nou, niet meer. Dat durven we niet te bouwen. Dus samen zwieren, samen zo nog een beentje op. Zwieren hoor. Ja. Mogen we er eens even naar kijken hoe jullie dat samen doen? Ga maar eens even een baantje rijden.